Dag iedereen en welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Stijn en vandaag beschouwen we dit circuit. Hierbij hebben we een voeding van 12 volt. En die voeding, ja, die zet een spanning over R1. De spanning over weerstand 1 zal ook gelijk zijn aan 12 volt. De grootte van de weerstand, of de weerstandswaarde, is gelijk aan 1 kilo-ohm of 1000 ohm. Wat is gevraagd? Wat is de stroom die dat de bron moet leveren? Dus gevraagd is de stroom. En aangezien dat wij met serieschakeling bezig zijn, zal de stroom die dat uit de bron komt dus even groot zijn als de stroom door de weerstand. Formule die we nodig hebben om de stroom te bepalen is de wet van Ohm. U is I maal R. Als we dat dan omzetten om de stroom te berekenen, dan krijgen wij dat stroom gelijk is aan de spanning deel door de weerstandswaarde. Hier moeten we dan gewoon die waarde nog in invullen. Dus onze stroom is gelijk aan de bronspanning die over de weerstand staat, deel door de weerstandswaarde. En dan krijgen wij 12 volt deel door 1000 ohm. En hebben wij als resultaat dat er een stroom van 12 milliampère door de weerstand gaat. De bron zal dus ook een stroom moeten leveren van 12 milliampère.